Hé, daar een chandeer trekken. Een mooi ding. Bijna 10 jaar na de video die weerboer Gerrit Vosses landelijke bekendheid opleverde met zijn uitspraken over een chandeer trekken. 63-20. Helemaal goed. Heeft hij dinsdag eindelijk zijn eigen 63-20 in ontvangst genomen. Bij de inmiddels bekende rotonde in Lol ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Een echte 63-20, nou dat heb ik... Ik wil niet helemaal zeggen, maar ik ben al wat ouder, maar daar heb ik wel van gedroomd. De weerboer uit Silvolde kreeg bekendheid toen hij met uitspraken tijdens zijn weerpraat viral ging. Ja, de PA besteedt eigenlijk al bijna 10 jaar, volgend jaar 10 jaar. In juni hebben we dan ook een PA-dag ervoor. Maar ik heb er al zoveel over gepraat en hoe hectoreren en mag ik ze daar ook zelf in de kallo zetten bij ons. Ja, mooie kun je niet hebben. Nu de Achterhoekse weerman eindelijk in zijn eigen 63-20 zit, is de lach niet van zijn gezicht te krijgen. Ja, dat voelt machtig mooi hoor. En die glimt van alle kanten, ik natuurlijk zelf ook, maar het is een super trekker, want deze serie is natuurlijk al, deze trekker is uit 2004, dus als je zo'n mooie nog op de kop kunt tikken, ja, dat is elk uniek. Naast dat Vosses de trekker voor werkzaamheden op zijn boerderij gaat gebruiken, sluit hij ook niet uit dat hij meegaat mochten er weer boerenprotesten komen. Ja, ik heb 100 pk zitten eronder, dus eraan. Gas erop.